The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood, there never was a horse like the Tennessee stud. Een jaar of 14 geleden ben ik met natuurlijk beheer begonnen, omdat ik om mij heen zag dat landbouwgrond omgevormd werd naar natuurgronden. En vervolgens ging men met grote machines die gronden bewerken en men wilde daar een natuurlandschap voor in de plek. Ik heb toen bij mezelf gedacht, waarom gaan we dat niet doen met een schaapskudde of anderszins dieren die destijds ook ervoor hebben gezorgd dat wij zo'n prachtig cultuurlandschap kregen hier in Nederland. Natuurlijk dat een melkkoe een hele nuttige functie heeft gehad. Maar als je naar het leven kijkt en je kijkt naar wat een koe eigenlijk werkelijk prettig vindt, en dat is buiten zijn, in de vrije natuur zich bewegen, dan denk ik dat zo'n koe van ons een ongelooflijk luxe leven heeft. Ik kan natuurlijk natuurdoelen bewerkstelligen met dit werk, maar bovenal is het voor mezelf natuurlijk een prachtige manier van mijn laatste gedeelte van mijn werkzame leven een invulling geven. Maar wanneer je ergens komt en de dieren herkennen je auto en weten wanneer ik nu kom, dan krijg ik een koeienkoekje of iets anders, dan is het natuurlijk een geweldige manier om je leven vorm te geven. Dieren die eten natuurlijk alles wat ze lekker vinden. Dus het is niet zo dat wij iets voor ze neerzetten. Ze kunnen zelf kiezen wat ze willen eten en daardoor ontstaat er een stuk vlees wat natuur in zich draagt. Dus je zou kunnen zeggen de natuur in het vlees. Wij slachten in principe geen vrouwelijke dieren. We hebben er ook koeien bij die boven de 20 zijn. Dat is heel uitzonderlijk, zeker wanneer je dat in de melkveehouderij zou noemen. Maar we hebben toch verschillende dieren van die leeftijd. Dan betekent het eigenlijk dat het leven van een mannelijke koe relatief kort is. Rond een jaar of 3 worden ze geslacht. Zou je ze langer houden, dan wordt de agressie zo groot, dan beschadigen ze elkaar. Dus wij vinden dat een hele humane manier van vlees produceren. Aberdeen Angus koeien slachten we op een leeftijd van 2,5-3 jaar. Ze wegen dan 380-400 kilogram. En dan heb je prachtig vlees en dan heb je een prachtig biefstukje. Je hebt een prachtige ribeye zonder een hormoon, zonder antibiotica en zonder allergenen of E-nummers in het voedsel. Je proeft de natuur in het vlees terug, althans. Als dierenwelzijn en een stukje gemarmerd vlees wat rijk is aan ijzer en aan allerlei andere vitamines, dan is ons vlees te verkiezen boven een stukje regulier geproduceerd vlees.